Zo. Welkom aan iedereen in deze infosessie rond het traject E of Software Engineer. Wat is de bedoeling van deze sessie? Wel, we gaan een aantal mensen, een aantal afgestudeerden eens aan het woord laten, zodat jullie inzicht krijgen op waar komen jullie later terecht en hoe heeft de opleiding bijvoorbeeld die twee mensen geholpen om om te geraken waar ze nu zitten. Misschien kort nog even over het traject van software engineer, voor de mensen die niet de algemene sessie hebben meegevolgd. Dus de opleiding toegepaste informatica heeft verschillende trajecten. Software engineer is één traject daarvan. En in dat traject gaan we eigenlijk focussen op alles wat met software te maken heeft zelf. We gaan dieper in op het ontwikkelen van software, op het bedenken van creatieve oplossingen. Bedrijven hebben vragen en via software kunnen die opgelost worden. Hoe dat we dat doen? Want we gaan heel projectmatig te werk. Je kan dat zien in het schema, in het programma dat ik hier projecteer. Dat we heel vroeg, heel praktisch aan de slag gaan ook. Heel wat technologieën komen aan bod, ook nieuwe zaken komen aan bod. Het is ook de bedoeling dat jullie actief meewerken, meedenken. Om zo, jullie projecten ook mee vorm te gaan geven. Dus het is niet alleen code schrijven, het is ook een heel stuk denken. En creatief bezig zijn om tot IT-oplossingen te gaan komen. Bij ons hebben we twee afgestudeerden. Als ik het goed heb, maar ik weet niet wat volgorde dat jullie elkaar zien. We hebben Pieter Jan en we hebben Thomas. En ik ga misschien beginnen bij Pieter Jan. Pieter Jan, kan je misschien een keer kort jezelf voorstellen? Waar werk je bijvoorbeeld? Hoe lang ben je afgestudeerd? Goedemiddag. Ik ben Pieter Jan. Ik ben CTO bij GetFlights.com. Dat is een bedrijfje die ik viertal jaar geleden begonnen ben met iemand anders. En ik denk gewoon, nu moet ik even denken, denk toch een tiental jaar geleden ben ik afgestudeerd bij HoWest. Ik hoop dat jullie mij goed horen, want ik heb net wat audioproblemen. Ja, het gaat goed. Oké, prima. En dan hebben we Thomas ook bij ons. Thomas, jij bent van dezelfde generatie? Ja, Pieter en ik zijn samen afgestudeerd, inderdaad, een tiental jaar geleden. Ik ben 32 en ik heb een IT-consultancybedrijf in Brussel, gespecialiseerd in bedrijven helpen begeleiden software te implementeren. Dus, Thomas, uw dagelijkse job, waaruit bestaat dat? Bestaat uit heel veel dingen. Het is eigenlijk een alles wat er aan bod komt. In projecten bijvoorbeeld, spreken met de product owners, de mensen die de projecten gerealiseerd willen zien, ook met de developers samen zitten en kijken hoe dat we die oplossingen samen kunnen ontwerpen. Dus er is heel veel communicatie. Ik ben al een beetje het ontwikkelen zelf ontgroeid. Dus gedurende de 10 jaar zijn we daar al een tijdje uit weg. Maar ook af en toe doen we wel nog iets van research en development. Maar dus zat voornamelijk in het begeleiden van de teams en het uitdenken van de oplossing. Ja. Ook Pieter Jan, ik vermoed dat jij al het development wat ontgroeid bent, maar de stap van de hogeschool naar de bedrijfswereld, hoe was die voor u? Goeie vraag. Ik ben aan de slag gegaan in het begin als CRM-consultant. En daar heb ik heel snel heel veel geleerd. En ik vond, qua softwareontwikkeling konden we wel snel mee. Maar dat was toen in de tijd dat software consultancy nog geen traject apart was.
daar heb ik in het begin wel wat moeite mee gehad, maar ondertussen ben ik, ja, is dat wel goed gekomen. Ja. Hoe ziet jouw gemiddelde dag eruit? Wel, ja, bij mij is het naast het leiden van het bedrijf zelf, ja, het meewerken, het leiden van het team van ontwikkelaars. En ik ben het ontwikkelen wel nog niet ontgroeid. Ik kan het niet naast mij neerleggen. Ik ben zelf nog zeer actief bezig met het onderhouden, het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit, bugfixing, testing en zo verder van onze volledige software stack. Ja. Thomas, wat is het coolste dat je in je job al gedaan hebt? En dat bedoel ik niet de uitstapjes in het bedrijf, maar... de uitstapjes zijn zeer leuk in de IT-branche, voor alle duidelijkheid. De congressen zijn zeer aan te raden aan alle degenen die meeluisteren. Het leukste dat ik gedaan heb, was een project in Zwitserland. Daar zaten we met een team van verschillende, denk 15-tal nationaliteiten. En we werkten met verschillende bedrijven samen, die zowel in Polen zaten en in de UK. En we vlogen dus constant tussen die landen. En dat was een zeer fijne en verrijkende ervaring. Omdat je ook een heel andere werkcultuur leert kennen. En als consultant denk ik dat is toch de periode geweest waar ik meest heb bijgeleerd en ook enorm geamuseerd. Want je leert dan echt wat banden opbouwen met mensen. En dat is ook een deel van de job. Hè. Ja. Pieter-Jan, wij willen onze studenten... we willen dat creatieve mensen zijn, als ze creatieve oplossingen bedenken. Is dat iets dat jullie ook doen? Of iets dat jullie ook verwachten van mensen die afgestudeerd zijn? Ja, absoluut. Wij werken samen met mensen die geen softwareontwikkelaars zijn, die in toerisme werken. En vaak, je moet misschien weten dat toerisme een zeer archaïsche oude sector is. En vaak komen die met problemen af. En weten die mensen ook totaal niet hoe dat zou kunnen opgelost worden door middel van software. En met als gevolg dat wel aan te raden is om aan de ene kant de problemen van de mensen te kunnen begrijpen en die dan om te zetten in een oplossing. En dat geeft ook veel voldoening om dan, ene keer dat je daar komt met een oplossing, om te zien dat die mensen hun werk verlicht worden en dan die geholpen zijn met jouw oplossing. Dus zeker, absoluut. Ja, en je bent natuurlijk al een tiental jaar geleden afgestudeerd, maar heeft de opleiding eigenlijk toen geholpen om dat te doen? Ja, ik moet zeggen, dus de technologieën waar dat wij vandaag mee werken, die bestonden nog niet, of die hebben we maar in zeer beperkte mate tijdens de opleiding gezien. Maar hetgene wat een opleiding mij het meest geleerd heeft, is de manier van denken. Is hoe pak je een softwareprobleem aan, of gewoon een probleem in het algemeen, en hoe kan je dat omzetten, vertalen in een oplossing die software kan bieden. En met als gevolg dat programmeertaal zelf leren is maar syntax leren. En het is telkens dezelfde methodieken toepassen om tot oplossingen te komen. En daar heeft HoWest mij absoluut in geholpen. En dat gebruik ik vandaag de dag nog steeds. Ja. Thomas, is dat ook voor jou het geval? Uw microfoon staat nog uit, Thomas. nee, ik denk dat qua technologie de opleiding altijd heel vooruitstrevend is geweest. En ik heb mezelf ook geëngageerd om feedback te geven vanuit mijn sector ook binnen de HoWest. En je ziet wel dat de opleiding zeer snel inspeelt. En dat was toen in onze tijd al het geval en nu nog altijd. Dus je bent er eigenlijk altijd wel zeker dat je toch met de nieuwste technologieën je kunt gaan werken. Denk maar aan blockchain en IoT, waar dat die al redelijk lang op de agenda staan. Dus dat is zeker één facet. Denken, zoals Pieter-Jan zei, is alleszins heel mooi meegenomen, maar ook het ondernemerschap. Beiden zijn ook doorgegroeid naar ondernemers. Hè. We hebben alle twee onze eigen bedrijven. En het is ook de manier waarop
de opleiding gegeven wordt, dat het wel gestimuleerd wordt om, als je dat wil, dat je dat toch kunt gaan laten evolueren, je talenten. En allee, nu nog meer dan vroeger. Dus dat is een zeker positieve evolutie. Ja, er zijn een aantal studenten die twijfelen om nog in te schrijven of eraan denken om software engineer te worden. Pieter-Jan, welke boodschap zou je die toekomstige studenten willen geven of kunnen geven? Ik zou zeggen, het is zeer, ik haal heel veel voldoening uit mijn werk, in de zin dat ik kan zien dat de oplossingen die wij bieden, echt het leven en het werk van bepaalde mensen kan helpen. En dat is nu in mijn huidige bedrijf, maar dat is in mijn vorige job ook al geweest. En daar haal ik heel veel voldoening uit. Zien dat, ja, dat je die mensen iets kan bieden. En daarnaast zou ik zeggen, ja, mensen die twijfelen, het is een zeer, hoe moet ik het zeggen, een zeer groeiende, technologisch vooruitstrevende richting, waar je op een bepaalde manier wel je weg in gaat vinden. Er zijn heel veel aspecten, heel veel verschillende manieren waarop dat je als IT'er aan de slag kan gaan. En ik denk dat er voor iedereen wel wat wils is. Ja. Ik zie ondertussen dat Leander daar ook bijgekomen is, die iets later ingevallen. Yes, waarvoor mijn excuses. Ah, geen probleem. Misschien ook, kan je ook nog kort even jezelf voorstellen? Ik ben Leander Lams. Ik ben afgestudeerd in, wat was het weer? 2016 zeker, ja. Als software en system engineer. En ik ben dan toch in het consultancy gerold. Ik ben development consultant voor Delaware. En ik kan me eigenlijk al vrij goed aansluiten bij wat dat Pieter-Jan en bij wat dat Thomas al heeft verteld van opvatting. Meer concreet over mijn jobinhoud, ben ik vooral een SAP-developer. En SAP heeft nu ook een strategie gekozen waarbij dat vroeger een en al legacy software moest zijn. Dus alles wat dan met SAP moest werken, moest ook van SAP zijn. Dat hebben zij nu volledig open gegooid. Dus quasi alles wordt open source, wat dat voor ons zeer uitdagend en zeer fijn maakt. Want ik zie ook bijna alles nu terugkomen wat ik destijds in mijn opleiding heb gezien in de West en Brugge. Je werkt in de consultancy-branche nu. Vond je dan altijd een goede keuze om voor software engineer te gaan? Ja, dat verandert mij inderdaad vrij veel. In mijn ogen zou ik zeggen van wel. Waarom? Omdat wat dat Gewest aanbood, of dat dat nu software engineering was, ICT consultant, of software en cybersecurity toestanden, het aanbod bleef toch vrij concreet. En ik denk dat Gewest zich heel bewust is van het feit dat een IT'er geen profiel meer is dat bovenop zolder in een donker kamertje met enkele nachtlampje aan het ontwikkelen is of serverinfrastructuur aan het opzetten is. Ik kan niet zeggen dat dat nooit meer voorkomt. Dat zal wel een keer gebeuren bij een deadline. Maar toch, het standaard gaat eigenlijk vooral, wat Pieter-Jan ook correct aanhaalde, goed moeten kunnen luisteren naar mensen vooraleer dat je een goede software oplossing kunt gaan neerzetten, want het heeft geen zin om de perfecte technisch juiste software te schrijven die niemand niet wil gebruiken. Dus dat matcht zeer mooi met elkaar. Ja. Hoe heeft de opleiding dat jou geholpen in je carrière? Want je bent vrij vlot kunnen overstappen dan. Dat was dan dankzij de goede basis? Of, Ja, toch wel. Dat is ook iets als je... als ik soms een keer terugkom naar de Gewest, dat is zeker het punt dat iedereen, of dat je nu student bent van Gewest of niet, zeker moet onthouden, vind ik, is dat door de brede basis dat Gewest u geeft, want ik zeg het, ik ben eigenlijk software en system engineering, ik heb niets gezien van SAP, niets. De programmeertaal was, en is nog steeds, is ABAP. Dat is een vrij oude taal toch wel. Maar dankzij de vaardigheden dat Gewest u aanbiedt in het gamma,
merk je zelf ook dat je heel vlot andere talen aanleert al. Want 9 van de 10 ga je afstuderen en toch terechtkomen in een omgeving dat je initieel niet zo goed kent. Maar die aanpassing en die flexibiliteit, dat leerde bij Hoest wel. Hoest leert concepten, leert u niet een taal van buiten rammelen. Dus ja, nee, dat heeft mij echt wel geholpen. Ja, oké. Ik zat bij Thomas, denk ik, daarnet ook. Thomas, wat kan jij meegeven aan toekomstige TI-studenten? Wat is er volgens jou belangrijk? Ik denk, Pieter-Jan heeft natuurlijk het meeste aangehaald. Een boodschap is gewoon doen. Ik denk, soms moet je er gewoon voor gaan. En denk van ons alle drie uit, ex-alumni. We zijn enorm enthousiast over Hoest, anders zouden we hier niet zitten op een zaterdag om jullie te warm te maken voor de opleiding. Zoals iedereen mooi heeft uitgelegd, van, je krijgt een hele mooie basis, je hebt redelijk wat bewegingsvrijheid en je wordt klaargestoomd voor gelijk welke job in feite. Ik wil daar nog eventjes op inpikken, sorry. Wat dat Thomas zegt is absoluut waar. Ik zou zeggen tegen alle toekomstige studenten die hier in dat groepsgesprek zitten, als je ergens tijdens je opleiding of daarna een probleem ziet, begint eraan. Probeer een oplossing te bieden. Het is de beste manier om iets te leren. Heb de basis gekregen. En door juist hands-on met iets te beginnen, je handen vuil te maken, ga je fantastisch veel leren, fantastisch veel omgevingen terechtkomen. En ik zou het alleen maar kunnen aanmoedigen aan iedereen. En leuke mensen ontmoeten, want misschien een kleine side note. Toen wij afgestudeerd zijn, denk was dat in 2 jaar nadat we afgestudeerd zijn, heb ik Pieter-Jan gecontacteerd en is zij toen voor het bedrijf waarvoor ik werkte ook bijna komen werken. Dus het is veel meer dan enkel opleiding. Het is ook een heel leuke omgeving om je opleiding te doen. Dus. Leander, jij bent recenter afgestudeerd. Wat vond jij het leukste in de opleiding? Het mag buiten het educatieve zijn ook. Het leukste aan de opleiding. Ruimdenkendheid van de docenten. Het feit ook dat merendeel van de docenten ofwel, het is eigenlijk geen of-of verhaal. Ze hebben ervaring in het werkveld, wat dat al een gigantisch toegevoegde waarde is. En gewoon ook, ik heb heel wat onderwijswatertjes doorzwommen, zal ik maar zeggen. En Hoest toegepaste informatica heeft geen uitgebluste docenten of professoren. Dus dat is ook zeer fijn. Wat dat voor mij zeker ook altijd zal onthouden worden, zijn de internationale projecten bijvoorbeeld. Dat mij de kans gaf voor een keer naar de Universiteit van Valencia te gaan, om daar een week lessen mee te pikken en mee te werken aan een project. Ja, dat is, in mijn ogen is dat ongezien. Ik vind dat fantastisch. Oké, dank u wel. Ik weet niet, als er vragen zijn van de mensen die meeluisteren, dus die kunnen via de chat gesteld worden, of die kunnen ook via audio of video doorgegeven worden. Er zijn ook docenten aanwezig in deze meeting. Dus ook, of als zij nog iets willen aanvullen, dan kan dat ook. Ik zie niet onmiddellijk vragen. Nee, dan. Goed. Als er nog vragen zijn, verder of in de loop van de dag of later of volgende week, dan kan je ons altijd contacteren via onze website, staan onze contactgegevens. Rest mij dan nog om Pieter-Jan, Thomas en Leander te bedanken om op deze zaterdagmiddag eventjes tijd vrij te maken. Veel succes in jullie verdere loopbaan. Dankjewel. Dankjewel. Ik wil ook veel succes aan alle studenten toewensen. Ja, en schrijf jullie in, hè. Ja, het is dat, ik zou zeggen, niet twijfelen. Het is de moeite.
Oké, bedankt. Jongens, merci. Salutjes.